Welkom bij aflevering 19 van Hensje. Laat ik beginnen bij het begin, anders weet ik niet meer waar ik moet beginnen. Ik had toch een beetje geliek vorige keer tegen Excelsior. Geliekspel. Kunstgras ligt ons helemaal niet. En volgens mij hadden ze slaappillen, want de eerste half uur waren die slaappillen nog niet uitgewerkt. Want het was... Nee, kunstgras is niks. Laat Theo van Bent er maar een paar jaar bij tekenen. Daar hebben we de mensen in de goffert echt gehad. Godverdorie, we maakten die een mooi doelpunt in de 41ste minuut. De medespelers riepen, Dario, doe iets. En wat denk je, BD maakt die 2-2, ja, hè? Ja, tegenstander Willem II. Ja, de tricolores. Ja, drie kleuren, daar hebben wij ook. Dat is niks op pret. Willem II had een kleine keeper, een Griek. Ik geloof dat die heet Wakosta, die lamp uit. Maar die gaat verschut zondag. Wij hebben Dalle, dat is een benefietkeeper. Die zit altijd voor het goede doel. Hey Arno Arts, hoop je niet dat wij winnen? Dat ze jou gaan missen in Tilburg, een beetje. Scheidsrechter is Simon Mulder, 33 jaar. Zijn vrouw Gerda komt uit Bedum. Dat ligt ook in Groningen. Die had nog bij Arjan Robben op school gezeten. Dat is waar. Christian Mulder, zijn broer, is 25 jaar. Die fluit ook. Ze zien samen wereldberoemd in Uithuizen. Dat ligt in Groningen. Ik vind Jordan beter als Oral B. Ik hoop dat Jordan en Ali flink gaan poetsen in Tilburg. De vliegende rechter, doe iets, houdt de boel achter in de gaten. Ik hoop dat we in Tilburg er niet naast griepen, want we hebben al genoeg griep gehad in Spanje. Ik hou het op een kleine overwinning. 0-1, net zoals vorig jaar. Toen stalen we daar de punten. Vorig jaar zien we nog aangehouden in Tilburg door een politie. Die zei, jullie rijden 160 km per uur. Ik zei, dat kan niet, maar we zien pas een half uur aan het rijden, man. Jullie denken, wat had die van een brune hersens, maar dan komt door die Spaanse zon. Dat is lekker voor een mens, joh. Dat was hij weer. Hoi, tot volgende keer.